bij de beving allebei de cruises en een vervelende voltebij voor Kevin Saldana. Gelukkig lijkt het mee te vallen, kan hij opstaan. Dan gaan we eens kijken wat er voor in het veld gaat gebeuren met de 3-68. Is dat dan Ruben van Eteren die de eerste positie in de hand heeft en probeert hier dan de meeste haalbare punten te gaan pakken in deze B-finale. Op de tweede positie de 4-12 van Pascal van Nijsenborg. Achter de volgende door Mandis op die derde positie. Dat lijkt het zo te zijn en dat lijkt het zo te blijven. Waarbij ons klaarmaken voor de A-finale bij de cruiser.